Mijn arm is nu al in krampen. Ja. Yeah. En jouw blinddoek mag af in 3, 2, 1. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag heb ik super veel zin in de video, want wij gaan Anna pranken. Yes. En niet zomaar pranken. Wij hebben, hoeveel? Ik denk rond de 20.000 post-its. Ja, zoiets. En wij gaan haar kamer helemaal vullen met post-its. Maar echt, alles wat je ziet in haar kamer is een post-it. Hopelijk lukt het. Ja, hopelijk lukt het. En we gaan een beetje tempo maken, want momenteel zit Anna nog op school. Ja, dus we moeten wel... Ja, het moet af zijn voor ze thuis komt. Bram en Ize, die zijn daar ook, want Ize is de zus. Maar die zijn aan het studeren. Ja, dus we gaan wel. Ze hebben examens. Maar wij gaan even moeten zeggen van, hey, stop, help ons. Heel veel praten. We gaan er gewoon aan beginnen. Let's go! Maar wacht, voor hoeveel likes gaan we? 22.000 likes. Nee, 20.000 post-its is 20.000 likes. Maar wie zegt dat we 20.000 post-its hebben? Ik heb dat geteld, er zitten 400 in een pakje. Okay, ongeveer. Ik kan zeggen dat 22.000 is. Het is rond de 20.000. 21.000 likes. We zijn aangekomen in de kamer van Anna, die jullie wel nog herkennen van de challenge, in het groen. En we gaan dus deze kamer helemaal vullen met post-its. En Bram en Ize gaan ons helpen. We hebben opnieuw een leuke samenwerking met Air Up. Jullie kennen het ondertussen wel. Je denkt dat je water drinkt. Nee, je drinkt ook echt water. Maar je denkt dat het water is met een smaakje. Ja. En we gaan het eens testen vandaag bij Bram en Ize. Wij gaan hier een geurpot opzetten. En jullie mogen geblinddoekt proeven. We hebben deze. Je zet die daar zo over. Eén tikje omhoog en die is helemaal klaar. Ik ben eens benieuwd of Ize het kan raden. Ize, je drinkt dus gewoon water. Maar door de geur zal je wel iets anders denken. Welke smaak is het? Is dat zo perziken? Oh, wacht. Het is perzik, Ize. Goed zo. Wow. Heb je gespiekt? Nee, echt niet. Okay. Maar dat is opvallend, hè. Nu staat Bram en deze wordt iets moeilijker. Bij Bram gaan we voor deze smaak. En we zijn ready. Wat is het nog? Bram denkt dat het een prank is. Het is geen prank, Bram. 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 Bram, het is geen prank. Citroen! Correct! Is het correct? Ja! Hey! Goed zo, Bram. Goed gedaan. Wil je thuis zelf proberen? Dat kan ook. Yes. Ja, applausje. Via de link in de beschrijving vind je alle informatie. En wij gaan nu beginnen aan de transformatie van de kamer. Wow. Let's go. We hebben heel veel post-its. 400 in een pakje. En alles... moet een post-it zijn, behalve zo de posters. Oh, wacht, de eerste. Wow. Veel succes, ik ga wel filmen. Mijn naam is nu al in krampen. Because you are weak. Oh, damn. We zijn er net aan begonnen en dit gaat echt lang duren, denk ik. Oh, wow. Mag het mooi zijn of mag het? Nee, het mag echt zoals Anna zijn. Niet storen, ik ben semi-moe. Dat is niet positief, hè. Is ze dan semi-moe of is ze semi-moe? Dat is de vraag. Ah ja. Ik hoop semi-moe. Ik hoop ook semi-moe. Straks die opruimen werken. Ja, dat is allemaal alles opruimen. Ja. Vallen ze, Ize? Bij mij wel. Wat is wel alleen bij u, Ize, dat ze vallen? Ah, wel, het is daarom dat ik het niet snap. Ah ja, ik snap het wel. Dan moet jij beter je best doen. Geen idee hoe lang dit gaat duren, maar ik denk heel lang. Ja. Extreem lang. Momenteel heb ik dat daar gedaan. Is eigenlijk nog niets. Celine is hier super mooi rond de poster van mij maar bezig. Ize heeft... Ja, Ize, jij maakt wel snelheid, vind ik. Ja. En Bram, die is hier bezig. Die heeft nu zijn derde lijn en besef hoe lang dit nog gaat duren. Oh, wauw. Wacht, ik heb wel een leuke challenge ondertussen. Maar iedereen het al beus na 5 minuten. Hé, geel is op. Ah, geel is op. Je moet hem omhoog gooien en proberen vangen. Oh. Wat? Omhoog gooien en dan vangen? Ja, maar boven je hoofd gooien. Ja. Met één hand. Eén hand. Oké, Bram, nu is dat jou. Maar Ize, het gooien mocht wel met twee handen. Wacht nog eens. Wauw. Ze heeft het. Wow. Gewoon hoog omhoog gooien. Ja, met één hand proberen vangen. Boven je hoofd. Ja. Hoe die? Allee! Ja.
Ja, hij heeft het. Hij heeft het goed zo. A few moments later. Ta-ta-ta-ta. We hebben al wat. Oh, wauw. Het ziet er op beeld wel echt cool uit. Goed zo. Dus nu nog deze muur. Dit stukje. En dan beginnen we aan de meubels. Ja. En zo zijn we dus bezig. Heel de tijd. Laat weten in de reacties hoeveel post-its we ongeveer al geplakt hebben. Wow. Het antwoord veel telt ook. In plaats van te reageren hoeveel we er nodig hebben... Reageer je favoriete kleur. Inderdaad, reageer jouw favoriete kleur. Ah, dat is mooi. En daar zie ik twee gaatjes. Ja, Ize, kan jij die opvullen? Goed zo. De muur komt in orde. Kijk, met drie mensen bezig aan de muur. En dan begin ik aan de bureau, of het bureau. Vraag van vandaag. De bureau. Het, ja. De, ik denk dat alles kan. Deze kast ziet er ook goed uit. Ize, mag ik een opmerking geven? Nee. Het is heel goed, ik zal positief beginnen. Maar dit glas mag ook nog met post-its. Maar dat ga je weg doen. Ah, ja. Dat is een makkelijker optie. En dan heb ik toch nog een commentaartje. Deze muur mag ook nog. Verder, iedereen goed bezig. Bram, heel goed bezig daar. Celine, heel goed bezig. Oh, elke keer als die deur open gaat. Ja, voilà, dat bedoel ik dus. Er vallen er heel de tijd van de muur. En dit is de poef. Maar de muren zijn wel het moeilijkste, want de post-its vallen heel de tijd van de muur. Als jullie nog een leuk idee hebben om iemand te pranken, laat het weten in de reacties. En dit is wel echt een leuk beeld. Met niet te veel werk, alstublieft. Met niet te veel werk. Ja, het is wel heel veel werk. En frustrerend ook, want ze vallen heel de tijd van de muur. Ondertussen liggen er overal post-its, maar het bed is helemaal gedaan. Die kast is helemaal gedaan. De muur, die muur. En die muur. Maar we ontbreken nog één iets. Het plafond gaat helaas niet lukken omdat alle post-its zo gaan hangen. Maar we gaan de vloer helemaal post-itten. En Ize heeft nog een special gemaakt. Tada! Een smiley met een blauwe neus. Celine is bezig hier aan de achterkant van hun bureau, of de bureau. De vloer is ook helemaal klaar. Wauw, dit is wel echt... Ja, het is wel mooi. Crazy hoor, het bed ook helemaal. Heel goed gelukt. Ik heb nog een leuk idee voor Anna. Ja? Misschien de buitenkant van de deur. Oh, nee, dat is echt een dom idee. Weten. Ja, dat is waar. We gaan wachten op haar reactie als ze binnenkomt. Ja, even rusten. Nu even rusten, ja. Oké, okay. We gaan even buiten en we gaan alles laten staan. Ja. En we durven allemaal niet te veel wind te maken, want als we veel bewegen, dan vallen er heel veel post-its. Dus ik stel voor dat we nu allemaal heel rustig naar buiten stappen. Dat is wel goed. Ja, goed heel goed gelukt. Ja. Heel goed gelukt. Goed nieuws, want... Anna is van school. Anna is thuis. En Anna, hoe was het op school? Leuk, ja. Ik heb ergens gelezen dat je niet mag vragen. Je moet vragen naar een specifiek moment. Wat was jouw favoriet moment vandaag? Welk vak was interessant? Nederlands. Oh, oh. Nederlands. Geleerd? Lid worden? De bureau of het bureau? Het bureau of... Nee. Is het bureau of het bureau? Nee, woorden alfabetisch rangschikken. Oh. Oh. Okay. Dus chocolade staat voor banaan, zoiets. Ja, ze is scherp. Ze is scherp. Nee. Maar Anna, ik ga even in jouw kamer en dan mag jij binnenkomen samen met Ize en Celine. Wat denk je dat we gedaan hebben? Niks. Ik heb geen idee. Echt. Oké, de kamer ziet er nog steeds heel goed uit. Ik ben even aan het kijken of er nog veel gevallen is. Het valt goed mee, denk ik. Ik ga nog even een paar dingen aanpassen en dan mag ze komen. Zoals deze hier. Ga ik nog een beetje steviger tegenhangen. Zo ziet het eruit. Wauw. Heel goed gelukt. Jullie mogen komen! Uh-oh. Stap maar, Anna. Kom maar binnen. Oh-oh. We gaan eerst de deur dicht doen. De deur mag dicht. En jouw blinddoek mag af in 3, 2, 1. Oh my god! Weet je hoe lang we daar hebben gewerkt? Alles is een post-it. Alles. Alles. Wat vind je van? Nee, de bus is niet een post-it. Anna,
Anna, echt, hoeveel werk? Dat is niet normaal. Ja, je wil niet weten, Anna. Je mag zelf ook eens proberen. Ja, dit zijn de posters. Ja, ik pak nu jou erbij. Oh. Ik heb geen plaats! Ja, maar nee. Jawel. Dus op de vloer. Plekje. Ja, daarin. Ja, daarin. Voilà. Gelijk dan niet. Voilà. En goed zo. Daar. En. Nee, daaronder niet. Maar Anna? Ja? Omdat we hier zo lang aan hebben gewerkt. Ga ik hierin slapen. Oh, wil je dat zo blijft? Ja! Oh, oké. Okay. Ik wil echt dat het zo blijft. Ah, dat is handig. Ja, jouw mama is ook komen kijken daarnet. En jouw mama zei: Anna gaat willen dat het zo blijft. Dus ja. Die kent jou wel. Maar Anna, je kan wel niet zo slapen in je bed. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Het wordt een hekkensprong. Ik heb het echt koud. Wow. Dat doet wel leuk. Dat is niet zo kleurig. Je mag deze omhoog gooien en proberen vangen met één hand. Maar ik ga er voor op de grond. Ah ja, oké. Okay. Okay, oh. Opnieuw. Dat lukt niet, hè. Ja, was. Met één hand. Nee. Oké. Ja! Ja! Nu mag je springen, Anna. Nu mag je springen. Oh, oh. Onze vloer, mevrouw. Ja. We hebben super lang aan onze vloer gewerkt. Ja, waar zit die? Kom, spring maar op je bed. Ja. Oh. Oké. Okay. 3, 2. Oh. Oh. Ella, kom erin. We hebben de kamer van... je zus verbouwd. Kom maar! Ik ga dat zo laten. Ella is niet onder de indruk, precies. Nee. Weet je wat er nou werkt hebben? Kan je op zijn minst zeggen, wauw, zo goed gedaan. Of wauw, zo kleurrijk. Iets. Zo kleurrijk. Ah, dank u. Het is kleurrijk. En we hebben nog één leuke challenge voor jullie. Eén van jullie twee gaan we helemaal volhangen met post-its. Oh, mag ik dat doen alsjeblieft? Want Anna moet dat eerst doen. Alsjeblieft, mij. Maar wil je Anna volhangen of wil je zelf behangen worden met post-its? Ik wil behangen. Oké, nee, dan gaan we je zus doen, want het is jouw kamer. Nee, ik denk haar. Ja. Maar het is wel Anna haar kamer. De eerste post-its. Ongeveer. Nee. Niet zo hard. Slaan. Oh my god. Je hebt ervoor gekozen, Ella. Mam, dat is jouw keuze, Ella. Ah, doe kom. Nee, man, doe kom. Ja. Bara. Dat is hilarisch. You and me is more. Ah. Hier zit dus jouw beurt. Pas op, Ella. Kom maar, doe weg. Het is aan mij. Ja. Oh, dank u. Hey. Oh. Oh, Anna, niet weg. Katja! Katja! Anna, niet weg. Ik ben zo met mijn hoofd allemaal in dat bed. Ja, nee, kijk, wat is nu? Oh, wauw, je haar is gekleurd. Ondertussen bij Ella. Oh, goed bezig, Michiel. Michiel, wat? Okay. Je boeken hangen vol. Anna, ik wil niet nog zien. Onmogelijk. Anna? Dat was Anna niet. Oh. Was... Oh. 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 Jij vraagt, je krijgt. Kijk. Wauw. Ja, weet je wat er op jouw rug staat? Ik wil het niet weten. Haal het eens eraf. Sla mij. Wat vinden jullie van Ella, mijn creatie? Mooi, mooi. Een wandelende poster, dat is Ella. Anna denkt er. Oh. Nee! Oh, ja, die schoenen. Oh. Ze zien elkaar wel graag, want Anna gaat meteen helpen. Oh, kijk hoe cute! Ah, die pijnlijk! Oh, dat is niet lief. Jullie mogen eens raden hoeveel post-its wij ongeveer hebben gebruikt. Oké, ik ga het aan. 100! 100! Ongeveer 20.000, denken we. Hoeveel werk heb je er nog af te doen?
Jouw mama heeft gezegd dat jij dat graag doet. Dit is 100. Wil je het? We hebben trouwens even geteld en het zal eerder richting de 10.000 gaan. We hadden er 20.000 en we hebben ongeveer de helft gebruikt. Maar ik denk wel dat we één ding kunnen zeggen. De prank is geslaagd! En dit is trouwens ook Anna. Ja, ze hebben mij nagetekend in Parijs. Zo'n mooie lippenkens. Ici c'est Paris. Hopelijk vond je dit een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie morgen in de volgende video. Peace! Wat zijn we voor? 22.000 likes. 22.000 likes. Je mag deze omhoog gooien, boven je hoofd en proberen vangen voor het op de grond valt met één hand. Als je het vangt, is de video gedaan. Het hangt van jou af. Oké. Oh, deze video gaat nog lang duren, vrees ik. Wacht, Ella, doe maar. Ja.